dat is open. Ja. Zie je dat hier? Dat is allemaal open. Ja. Dus echt waar, dus nu die. Ik bedoel. Ik heb er even gestaan, maar. Ja. Of aan dat eerste hekje daar. Het eerste hekje loopt, daar houdt het op. Hallo. Dus wij hebben, zoals jullie gezien hebben, koffie, broodjes, thee soep voor jullie klaarstaan en soep zelfs. Maar ook daarnaast, en daar willen we dan even mee starten, de borden die we ook hebben laten zien op de informatieavond. Doel van vandaag is dus dat we met z'n allen de vraag kunnen beantwoorden zoals we hier nu ook zijn, dus op locatie. Dat doen we met mijn collega Connor en Robert, die jullie ook kennen van de vorige keer van de informatieavond. Ook welkom naar het ambtelijk team. We hebben de twee wethouders. Helen Maarten namens het gemeente Natuur, we hebben de energiecorporatie, we hebben de groep nu bij elkaar, de omwonenden en ook de film. Ik zie al dat gefilmd wordt. Volgens mij hebben we gevraagd, en dat geldt echt ook voor iedereen, als we gefilmd worden zou dat gevraagd moeten worden, want we hebben allemaal te maken ook weer netjes met AVG, oftewel met de privacyregels. Dus als u niet op beeld wil komen, geef u dat ook gewoon aan, want het is niet de bedoeling dat we dat dan wel doen. Dus ik denk, laten we aftrappen. Het is de groep gaan we in één groep met elkaar zeg maar meenemen. Dus dat betekent, de vragen kunnen beantwoord worden door ons als zijnde de initiatiefnemer van dit project. Dus Robert, Connor en mijzelf. Als er ambtelijke vragen zijn, is het een ambtelijk team die dat kan beantwoorden. En we hebben zelfs wel wat geluid van een drone nu op de achtergrond. Dus je ziet het, alle technische vernuften zijn aanwezig vandaag. Maar vooral ook vanuit de locatie en vanuit hoe we hier staan, schroom niet en vraag hetgene wat u graag wil weten. Ja? Dan stel ik voor degene die daar behoefte aan hebben, om nog even op de borden te kijken als we kijken naar locatie in verband met de verschillende delen. We staan hier op een deel grond van de familie Poelen. Daar is het gedeelte van de familie Kous. Daar is het gedeelte van Ewens en daarachter het gedeelte van de familie Ebbers. Dus het is niet zo dat wij een verplichte looproute hebben gemaakt, helemaal niet. Het ligt ook vooral aan jezelf. Maar laten we gewoon kijken van als die vragen er komen, dat we die ook uiteindelijk kunnen registreren en zo goed mogelijk beantwoorden. Ja? Is er nog behoefte om te kijken naar de borden of willen we liever dat we meteen eigenlijk een stukje lopen en kijken hoe het er ongeveer uit komt te zien, waar dingen komen en dan praten over de inhoud meer? Dat hebben we denk ik nog niet. Oké, nou goed punt. Even aanvulling van de buurt. Als mensen denken, wat is precies 2 meter? Hier hebben wij iets van 2 meter hoogte opgehangen. Dus dan heb je een beetje een beeld van hoe hoog 2 meter is. Okay. Heel goed. Ja, wat was voor mij nog een vraag. Als je nou panelen maakt van een halve meter hoogte, van 2 meter hoogte, dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja. Maar als je dus zou heel veel schelen, zeg maar, als de panelen geen 2 meter hoog zouden zijn, maar een stuk laag. Ja, nou, dat snap ik, maar als je bijvoorbeeld een halve meter hoog, dan zou eigenlijk dan creëren een soort van, nou ja, naar 25 jaar woestijn,
dan zou eigenlijk alles doodgaan in de bodem. En vandaar eigenlijk die zonneparken vaak beginnen op een 60 centimeter of iets hoger zelfs nog. En dan tot 2 meter of 3 meter zelfs. En hier hebben we gekozen om op 2 meter het in te tekenen. Maar ja, de panelen die tot hier komen, dan, ja, dat is eigenlijk niet mogelijk omdat je dan de hele bodem dicht slaat en het leven zeg maar dood maakt. Wat is maximaal haalbaar? Ja, hier 2 meter. En hier 2 meter, waar men dan? Begin, ik denk 75 of 80 centimeter. Ik denk 80 centimeter. Ja. En dat, dus, dat je dus van 80 tot 2 meter. Maar ik denk dat zeker iets dat we dit soort dingen noteren en dat we kijken, dat is denk ik de bedoeling ook van vandaag, dat we van jullie horen wat jullie willen, aanmerkingen en dat we dat... Zo laag mogelijk in ieder geval, toch? Om aan iedereen te laten weten dat wij het niet eens zijn met deze überhaupt, de politieke keuze om dit gebied aan te wijzen. Daarom ben ik ook blij dat de politiek er is. Wij hebben met elkaar gesproken, dus we kennen elkaar, we kennen jullie als bedrijf en jullie hebben een heel ander belang dan wij als buurt en ook als Bergendal als gemeente. En daar zien wij de lijnen nog niet. En wij zien daar ook geen bevestiging van waarom dit een hele goede keuze is. Dus die emotie blijft er. Die is met vandaag niet weg. Nee. Dus die zal ook hier soms af en toe aan bod komen. En ik denk dat dat er ook mag zijn. Ja, ja. Volgens mij moet dat ook de bedoeling zijn. Daarom zijn we hier ook vandaag. Daarom zijn wij hier ook vandaag. Ja. Want we staan hier in een stukje gebied wat voor ons een enorme waarde heeft en een hele andere waarde betekenis dan voor jullie als bedrijf. Dus ik hoop dat het begrip wederzijds is. Ja. 100%. Zullen we beginnen bij het begin? En dat is eigenlijk, als we het hebben, want we hoefden niet meer naar de kaarten te kijken. We proberen per perceel een stuk afstand te houden waar we eigenlijk gaan beginnen met het zonnepark. En voor het idee, Conan loopt er even naartoe. Oké, als we nu kijken naar waar Conan staat, dan is dat het punt waar we dus, ook wat u allemaal op de schetsen ziet, waar we beginnen met het zonnepark. Robert, kun jij een beetje aangeven in verband met wat we dus gaan doen, maar vooral dat is dan het hekwerk wat daar komt? Ja, dus we hebben ook vanwege natuurlijk het recreatieve van het gebied gekozen om een bufferstrook eigenlijk tussen het zonnepark en hier dus het fietspad, het wandelpad zeg maar, te houden, zodat er ruimte is tussen het zonnepark en het gebied. En dat in te richten voor akkervogels, dus speciale mengsels, daar hebben we voor zoveel onderzoek laten doen. Dat is ongeveer 20 meter. Dus waar mijn collega nu staat, dat is dan waar het hekwerk komt te staan. En dan een aantal meter daar verderop zouden dan pas de eerste panelen komen. En dat hebben we geprobeerd ook bijvoorbeeld, als je de andere kant op kijkt, dat driehoekje, dat blijft dus eigenlijk het noordelijke stukje, dat blijft ook helemaal vrij van panelen, ook vanwege die... recreatieve waarde vanwege de woning van de omwonenden hier. Om op die manier ook een buffer te creëren tussen het zonnepark en eigenlijk de rest. En dat groen in te richten. Hoe hoog wordt dat hekwerk dan? Hekwerk ook ongeveer 2 meter, dezelfde hoogte. Maar dat zal altijd achter de inpassing komen. Dus we maken een haag. Eigenlijk heb je dus hier bijvoorbeeld hebben we een bloemrijke zone. Dan komt er een haag, dan komt dan het hekwerk. En dan ongeveer 3-4 meter tot de panelen. En dat is dan... Maar hier voorkomt dus eigenlijk een lage aanplanting. Uiteindelijk, kijk, het begint laag, maar uiteindelijk wordt de haag wordt op 2 meter hoog. Dus dat wordt eigenlijk allemaal hekwerk, haag, panelen ongeveer op dezelfde hoogte gehouden op de lange termijn. En dat is ook inderdaad de bedoeling, dat dus die haag het zicht, direct het zicht wegneemt. Dat is ook de opdracht vanuit de gemeente. Hè? Dus die haag moet het zicht opnemen aan de zonnepanelen. Er was van de week, gesproken met de omwonenden. Ja. Er was nog een vraag over de haag. Ja. Het uitgangspunt nu is dat de haag die wordt aangeplant en dat die na de periode blijft staan. Komt. Ja, dat is gedeeltelijk volgens mij zo. Ja, sommige maar blijven staan. Sommige dingen blijven staan, sommige niet. Eén, misschien is het. Maar dat is vanuit de gemeente, dat is een eis. Ja, dat weet ik. Dus goed dat je dat even aangeeft, welke haag. Blijf staan van welke kant dit, hè? Het is meer de, ik denk dat de hagen, dus de wat lagere inpassing, die gaan weer weg. Dus het van 2 meter hoog, maar hier bijvoorbeeld aan deze kant hebben we ook meer een bossageachtige inpassing. Ja. En dat blijft wel staan. Dus daar
dat is afgesproken tot nu toe van de hoge 6 meter hoog die uiteindelijk 6 meter hoog, 7 meter hoog wordt, dat allemaal blijft staan. En de hagen, dus de onderpercelen heen, bijvoorbeeld hier, en de andere percelen aan de overkant, die worden waarschijnlijk weer weggehaald. Wat is de reden om 7 meter hoge beplanting hier neer te zetten? Dat is vanuit het landschap dat het aansluit bij dus de bestaande structuren die er hier zijn. En ook om het zicht weg te halen. Dus dat zijn eigenlijk twee leden. Ja, je haalt het zicht weg door de hekwerken neer te zetten. Dat is je zicht. Die bossage, daar hebben we toch daarna helemaal niet meer nodig? Nee, precies. Hier dat staat ook bossage. Kunnen we toch wel mooi doen. Jawel, maar je haalt het glooiende blijfje bij het Weidse karakter. Ja, typeert dit landschap. Ja. Wij kunnen nu helemaal naar de Wielerbaan kijken, naar de boerderij van Lamers. We kijken daarnaar het pad. Nou, dat is een zicht dat het voor eeuwig dan verdwijnt. Ook het glooiende karakter van het landschap is straks niet meer in beeld. Zowel links, want daar is het nog glooiender dan aan deze kant, als rechts. En zo heeft de gemeente het van de week ook niet verteld. Want er zou een lage bossage blijven staan, begreep ik van de week aan het keukentafel. Ik heb geen idee hoe hoog ze worden, dus ik heb geen hoogtes genoemd. Maar ik denk dat ze zeker ook dingen die wij ook met de gemeente kunnen bespreken. Van vanuit de buurt willen we die niet blijven laten staan. En dat we daar inderdaad kijken van wat er wel en niet mogelijk is. Maar dat is wel iets wat vanuit de gemeente verplicht was voor ons om in ieder geval die delen te laten staan. Maar het zicht is niet alleen voor ons belangrijk natuurlijk. Het is voor al die mensen die hier fietsen en die wandelen en zo. Tuurlijk. Want inderdaad, als het 2 meter hoog is, dan zie je vanaf hier, dan zie je dat hele stuk, dan zie je gewoon niet meer. Omdat je daar niet overheen kan kijken. Ja. Zo hoog. Maar wat ik net over die hoogte niet kan denken. Kijk, dat maakt heel veel uit, zeg maar, zeker in het landschap, in het zicht, zeg maar, hoe hoog die panelen komen. Om te kijken of je nog wat aan uitzicht... als ik hier sta, dan zie ik uit, dan denk je, dat is om dat helemaal, echt helemaal naar de klote te helpen. Of ja, het uitzicht is er dan niet meer, laat ik het zo zeggen. Maar dat is ook de voornaamste reden waarom we dus ook die bufferzone hebben gecreëerd. Dat je wat meer afstand neemt, dat je het niet direct laat zien. Zodat je dus ook dat het wat, dat je wat beter overheen zou kunnen kijken. Ja, maar als daar de 2 meter hoge hek staat, dan heeft die afstand van één keer weer. Klinkt leuk, maar als je 150 meter verder loopt hier, dan ben je al aan het einde van het zonnetoneel. Ja. En dan kun je tot een tevredenste deur door kijken. We kunnen even die kant op lopen. Ja, zo'n stukje die kant op lopen. Ja, maar dat is wel mooi als we nu hier staan, want dat is inderdaad wel een mooi voorbeeld, Nout. Want als we dan naar links kijken, daar loopt het landschap op. Daar staan ook een 2 meter hoge panelen. Dus daar geldt het tegenovergestelde. Daar is het 3 meter vanaf het beeld hier. Terwijl er iets staat van 2 meter, is het in het beeld 3 meter of zelfs 4. Ja, de panelen komen, die komen hier tegen de katten staan. Eigenlijk. Ja, maar dat stuk loopt toch nog een stukje omhoog? In de hoek daar. In de hoek helemaal daar bij het verschil bedoel je, denk ik. Ja, want dat loopt daar echt nog. Dat loopt enorm op. Ja, dat is echt een kleine. Maar dat doet het glooiende. Dat is heel logisch. Wat moeten jullie doen om het perceel bruikbaar te maken om de panelen op te zetten? Nee, in principe niks. We hoeven niet het helemaal te egaliseren. Je kan ook met zo'n glooien kan je eigenlijk gewoon je rijen installeren technisch. Dus je hoeft niet het helemaal het glooien eruit te halen. Dat is niet nodig. Vanwege de mogelijke afgelopen zware. Beide waren een tijdje ter verheugd. Thank you.
staan hier in het gebied Lagewald in Groesbeek. En dat is een gebied waar initiatiefnemers graag zonnepanelen willen gaan leggen. En je ziet het op meer plaatsen in Nederland waar dat soort initiatieven ontstaan. Dat de bevolking daar niet altijd zo blij mee is. En dat is hier ook wel het geval, denk ik. Er staan hier een aantal mensen bij me. Die wonen hier in dit mooie gebied. En mag ik vragen, wie bent u? Ik ben Frans Teunissen. Frans Teunissen. Theo Jansen. Theo Jansen. Anke Jansen. En wie van jullie mag het woord doen? Anke, dat heel goed kan. Ja? Oké, okay. Dan kom ik even naast jou staan, Anke. Dat lijkt me handig als ook. Ik overal antwoord op heb. Ja, nou ja, als je het niet weet, zeg het rustig dat je het niet weet. Hè. Hoe lang zijn ze hier al bezig met die plannen te ontwikkelen? Nou, ik denk dat het al bijna naar 2 jaar gaat, kijk ik jullie even aan. Ja, langer dan 2019 dat in ieder geval gebieden werden bepaald ook. En ik denk dat zo'n 2 jaar al ook het vizier op deze plek ligt, op Lagewald. Ja. Ja. Jij woont hier zelf ook vlakbij? Woon en werk, ja. We hebben een bedrijf ook hier. Bedrijf aan huis? Ja. Ja. Landbouw? Of, ja. Nou, we hebben nog een klein gedeelte inderdaad landbouw. We hebben een paardenpensionstalling en een boerencamping met vakantiewoningen. Ja, dus de toeristische tak ook. Ja. Oké, okay. Ja, dus met stikstof hebben jullie niks te maken? Bij de paarden zal dat denk ik meevallen, ja. Ja, ja. Ja. Oké, okay. Dus ruim 2 jaar is men hier bezig. Mm-hmm. Zijn er al informatieavonden geweest waar je bij bent geweest? Ja, dat zijn er eigenlijk de initiatiefnemers hebben al wat informatieavonden gegeven inderdaad. Waar wij ook deel van uit hebben gemaakt. We zijn in de zomer, kijk even naar jullie, augustus was het volgens mij bij het Zwaantje geweest. Ook voor een presentatie van de plannen. We hebben toevallig afgelopen week een keukentafelgesprek weer gehad met wethouder Alex ten Westerend en Erik Weijers. Dus er zijn eigenlijk heel wat gesprekken en ontwikkelingen. En zit er een ontwikkeling in dat je kunt zeggen van nou, het neigt die kant op of die kant? Ja, wat heel erg lastig is dat de zorg voor die de buurt heeft, als het gaat om het landschap zoals we het hier zien, het karakter van het landschap dat weids is, het glooiende karakter, maar ook eigenlijk de vruchtbare grond waar we nu op staan, waar we vooral in deze tijd volgens mij steeds meer van bewust zijn, dat daar toch echt gewoon de gewassen op moeten gaan groeien. Ja. En niet iets wat niet natuureigen is. Die is er eigenlijk al vanaf het begin af aan, die zorg. En die is er nog steeds. Vandaag is er een schouw die wordt georganiseerd door TP Solar. Dat is het bedrijf wat hier plannen heeft. Wat ook van de gemeente de ruimte krijgt om het plan uit te werken. En voor ons als buurt een mooi moment om toch weer te laten weten aan iedereen die nu kijkt en iedereen die meeluistert, dat wij enorme zorgen hebben over dit plan hier. Je zei het net al heel mooi in jouw inleiding van er zijn landelijk meer plannen. Nou ja, ook wij zien dat natuurlijk langs de snelweg, maar ook boven grote parkeerplaatsen. Nou ja, dat is denk ik gelijk ook het verschil om aan te geven met het plan wat hier ligt. Wij zijn absoluut voor het duurzaam opwekken van energie. Wij zijn daar privé al mee bezig. En, zelf ook zonnepanelen op het dak? Ja, zeker. Ja, en ik ben zelfs met het bedrijf nu bezig met een nieuwe hal aan het bouwen. Berekend op panelen. Maar ik mag, ik kan ze wel leggen, maar ik kan de stroom niet kwijt. Dat is dus een ander probleem. Dat is de infrastructuur. Dat probleem kennen we allemaal en lezen we in de krant. Dat probleem speelt zich natuurlijk ook hier af. Stel dat hier wel allemaal zonnepanelen komen. Hoe kan dan de stroom wel afgevoerd worden ineens? Ja, er zit een verschil tussen laagspanning, middenspanning, hoogspanning. Dit gaat om midden. Kijk ik jullie eventjes aan. En daarvoor is weer een andere reservering op het net nodig dan bijvoorbeeld mijn panelen die bij mij op het bedrijfsdak liggen. Ja. Dus dat maakt het verschil. Maar in de beleving van de mensen die hier wonen en werken is het natuurlijk wel een hele kromme. Dat je zelf duurzaam energie wil opwekken en het niet kunt. Of maar gedeeltelijk kan tot een bepaald maximum. En vervolgens gaan ze even verder op het landschap vernielen met iets wat daar wel op de grond komt. Dus
Wij zijn zeker voor plannen die zo uitbedacht zijn dat de panelen op een grond komen die bijvoorbeeld niet vruchtbaar is. He, als het langs die snelweg is, als het een hele natte grond is, waar het gewas niet mag groeien. Prima, maar allerbeste nog op de daken of boven de parkeerplaatsen. Ja, ja. Dus dat willen we ook steeds aangeven. Als we nou kijken naar dit gebied, die grond is van iemand. Is die van een landbouwbedrijf of... Ja, binnen het plan wat nu is, zijn het boeren, verschillende boeren die het ook waard vinden om het te onderzoeken om hun grond daarvoor te verhuren. Ja. Kijk je er even aan. Van 25, 30 jaar. Dus die hebben een financieel belang dan, hè? Die hebben een financieel belang. En ja, dat is ook voor ons heel dubbel, want het gaat, één boer woont hier ook echt dichtbij, maar bij de andere boeren is het ook nog zo dat zij zelf hun uitzicht behouden. Ja, hier dus geen last van hebben. Dus dat maakt het ook wel een beetje dubbel voor ons. Ja, natuurlijk. Ja. Maar wij hopen eigenlijk dat de laatste inzichten... het gaat ons voornamelijk om de politieke keuze. Uiteindelijk beslist de politiek dus. Uiteindelijk beslist de politiek of die vergunning er gaat komen, na natuurlijk een toetsing. En het gaat ons eigenlijk om die keuze. Omdat wij in de landelijke politiek een duidelijke tendens zien, ook al in het regeerakkoord, waar eigenlijk gewoon staat van dit moeten we niet meer doen. Vooral nu we onze gewassen en onze gronden zo hard nodig hebben. Wij spraken Erik Weijers van de week, die enthousiast was over een Tour de Boer. Die zijn vorige week met heel wat collega's en mede-inwoners van ons een tour hebben gemaakt door het boerenlandschap van Bergendal. En beide wethouders, Erik en Alex, wisten ons ook te vertellen van dat het gewoon een hele succesvolle dag was geweest. Maar ook dat ze zich hebben beseft hoe vruchtbaar de grond in Bergendal is. En dat gaf ons een hele mooie bevestiging van, daar hebben wij het steeds over. Ja, Nederland is een klein landje, behoorlijk volgebouwd al. Ja, er moet nog meer gebouwd worden. Hè? Als je alles vol gaat leggen met zonnepanelen, dan botst dat weer met andere belangen. De grond is schaars. En ook voor de boeren die natuurlijk, we zitten hier omringd door Natura 2000 plekken. Ja. Dus ook voor de boeren die wel weten van ik ga wat inleveren of ik moet wat inleveren. Zo van, hoe kan het dan dat een plekje waar het nog wel zou mogen, volgelegd wordt met iets wat niet natuureigen is. Ja. Heb je een idee wanneer dat duidelijkheid komt? Dat ligt denk ik ook een beetje aan de instanties die nu dingen moeten gaan toetsen. TP Sola is eigenlijk de enige partij van de 6 partijen die net gereserveerd heeft hiervoor. Mm-hmm. Dus Milling is bijvoorbeeld pas 2030. Denken ze dat pas de netbeheerder daar iets neer kan leggen. En het zal dan binnenkort, krijgen we nog een keer een informatieavond van TP Sola, waar nog een keer alles geëvalueerd wordt. En dan zal het denk ik wel weer een keer naar de raad toe gaan om te kijken van hoe de vlag er dan weer bij hangt. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het afwachten en we blijven het volgen. En we hopen, als we nu ook een beetje de landelijke politiek volgen. Minister Jetten zei laatst nog bij de Notre-Dame, bij die opening van dat panelen op het dak. Ja. Van dat het hele mooie initiatieven zijn om daken vol te leggen om onze kostbare landbouwgrond te ontzien. Hij kan het weten, want hij wordt er vlakbij. Ja, ja, en wat ook bij Tour de Boeren naar voren kwam, is dat er ook een aantal agrariërs zijn in Bergendal die zeggen van hey, ik wil het wel onderzoeken of ik een kleine windmolen kan plaatsen op eigen terrein. Ja, ja. Nou ja, dat zijn ontwikkelingen waarvan we zeggen, hey, weet je, die zon die is er niet altijd, die wind, nou... We hebben nu een rustige dag, maar hij is hier echt bijna altijd. Dus ook wat het oplevert. Hiervan zeggen wij gewoon van, het maakt zoveel meer kapot dan wat het oplevert. Zoek nou samen met ons naar ideeën die echt duurzaam zijn. En die windmolenpark op zee was nu volop mee bezig zijn. Dus ik ben bang dat, of ik hoop eigenlijk dat de landelijke politiek dit soort projecten in gaat halen. Zodat eigenlijk de gemeenteraad ook in gaat zien van... Dit is maar een klein druppeltje wat we hier kunnen doen. En bewaar die kostbare landbouwgrond voor mooie gewassen te kweken. Dan kan de gemeenteraad zich ook weer met andere zaken gaan bezighouden. Ja, goed. Volgens mij hebben ze dankjewel. Ook wel tijd voor nodig voor die andere zaken. Dankjewel. Jullie ook. Oké.
Ik sta naast een van de initiatiefnemers van het bedrijf TP Solar. Hè? Ja. En uw naam is? Erik Wiever, mededirecteur en eigenaar van TP Solar. Ja. Ja. Jullie zijn werkzaam door heel Nederland of alleen regionaal? Nee hoor, wij zijn door heel Nederland actief. Ja. Ik heb samen met mijn compagnon René Hendricks TP Solar opgericht. En wij zijn sinds 2015 actief in Nederland met duurzame opwek. En in dit geval zonneparken realiseren, dus zon op grond. Ja, dat is het enige waar jullie mee bezighouden, zonneparken of nog meer windmolens of andere dingen? Nee, het is echt een enorme uitdaging in Nederland om aan alles te werken om zonneparken te realiseren. Denkt u bijvoorbeeld aan de procedures bij de gemeentes, maar ook het hele voortraject, zoals we hier ook vandaag op deze mooie zonnige dag staan in Bergendal. En ja. Wij hebben de volledige focus op zonneparken, omdat het namelijk een zeer breed aspect is wat uiteindelijk ontwikkeld moet worden en uiteindelijk gerealiseerd moet worden. Ja. Dus daar hebben we volledige aandacht voor nodig. Ja. Zijn er door jullie al zonneparken in werking? Ja, wij hebben al 7 zonneparken gerealiseerd. We zijn begonnen in Uden, Noord-Brabant. Van Uden naar Dordrecht gegaan in Zuid-Holland. Naar Lochem in Gelderland. En zo hebben we de totaal onlangs Zeewolde in de polder hebben wij kunnen realiseren. En daar zijn we heel trots op. Oké. Ook landbouwgrond daarvoor aangesproken, zeg maar? Onder meer ook landbouwgrond, want daar kunnen wij niet van weg. We hebben in Nederland de taak om met z'n allen duurzame opwek te doen en met alle vormen. Dus wind, zon, maar ook in dit geval naast zon op dak ook zon op grond. En daar doen wij ons steentje aan bijdragen. Ja, ja. Ja. Dan hoor je de laatste tijd in het nieuws dat de energiemaatschappijen eigenlijk wat achterlopen op de ontwikkelingen. Hè? Hebben jullie daar ook last van? Dan moet u even duidelijk zijn welke energiemaatschappij. Je kunt een park volleggen met zonnepanelen, maar die stroom moet ook afgevoerd kunnen worden. Zo bedoelt u dat? Ja, nee, dat heeft met de congestie te maken die wij in Nederland hebben. Wij hebben voor dit park, jaren geleden dat we hier al met ontwikkeling begonnen, hebben wij al de reservering op het onderstation, zoals het mooi heet, op het net, om uiteindelijk onze stroom die wij opwekken terug te kunnen leveren. En die hebben wij gewaarborgd door middel van een reservering. Daar hebben wij onze nek voor uitgestoken vanuit het idee om uiteindelijk ook een zonnepark te kunnen realiseren. En zo staan wij hier nu ook. Ja, ja. De stroom die hier opgewekt gaat worden, komt die ten goede aan de inwoners ook van Bergendal? Uiteindelijk komt alle groene stroom die we in Nederland opwekken, waar we dat ook doen, komt ten goede aan iedereen. Het is alleen niet zo dat de stroom die van ons zonnepark komt, direct ook naar de huizen hier in de omgeving gaat. Daar is het netwerk voor. Daar is Tennet als eigenaar van het netwerk in Nederland verantwoordelijk voor. En de groene stroom die wij leveren, gaat dus naar het onderstation. Ja. Vorige week was Tennet nog in het nieuws. Met de mededeling of de waarschuwing eigenlijk van ja, we zitten wel in de problemen. Binnen een jaar of wat verwachten wij toch zwarte plekken in Nederland. Nou, zwarte plekken zijn nu rode plekken. Maar zelfs op de rode plekken zijn er zelfs nog mogelijkheden. Wat Tennet ook bedoelt, is dat we met elkaar in gesprek gaan. Van waar zien wij mogelijkheden tot opwek? En vooral dus ook, waar kan het wel? En soms in sommige gevallen, en dat zien we ook in andere initiatieven die bijvoorbeeld in Groesbeek gelden. Die hebben dus niet de mogelijkheid om aan te kunnen sluiten. En dan heeft dat consequenties. Voor ons in dit specifieke geval niet. Maar we lopen natuurlijk ook in Nederland tegen sommige plekken aan waar het wel is. Ja. Ik kan u wel verzekeren dat wij hebben wekelijks contact met alle netbeheerders in Nederland. Dus de Lianders, de Steden en de Nexissen van deze wereld. En zij zijn al jaren nu bezig om te zorgen dat er capaciteit bij moet komen. Dus dat die congestie zeg maar uiteindelijk opgelost gaat worden. Alleen dat is niet een druk op de knop. Nee. Dat is niet van vandaag op morgen. Jullie hebben vandaag deze bijeenkomst hier, een schouw noemen ze dat, hè? Ja. Dat je met de bewoners, de direct betrokkenen, het gebied gaat bekijken. Ja. Hoe is daarop gereageerd, op die uitnodiging? Wij hebben in eind oktober, begin november een hele goede informatieavond, sessie gehad. En er zijn ook veel vragen gesteld. De mensen die er vandaag waren, waren er toen ook. Sommige vragen zijn uiteindelijk hebben geresulteerd in nog weer nieuwe vragen die wij vandaag wilden beantwoorden, maar dan ook echt op locatie. Nee. Heel vaak is het theoretisch, werk je met borden en werk je met de computer. En wij kregen het verzoek en we hebben ook samen met de gemeente hierin opgetrokken, omdat de gemeente vandaag ook aanwezig was, om te zeggen van laten we nu op de plek zelf gaan kijken, wat houdt het in? Zodat je het ook echt met de voeten op de grond, ik wou bijna zeggen in de klei, maar het is hier geen kleigrond, dat je kunt zien hoe ziet het er nou echt uit. Ja, ja.
Nou, blijven de ontwikkelingen volgen. Wat is de volgende stap die jullie gaan zetten? De volgende stap is dat wij netjes vandaag wat wij opgehaald hebben weer gaan verwerken. Zoals we ook altijd doen, ook naar de laatste informatieavond gaan wij de buurt ook informeren. Doen wij netjes per brief en per mail, als wij een e-mailadres hebben, om hun netjes op de hoogte te houden. En dan gaan wij uiteindelijk, resulteert dat in een aantal weken, dat wij een nieuwe informatieavond zeg maar gaan organiseren om te zeggen oké, wat hebben we nu totaal opgehaald, wat kunnen we eraan doen om het uiteindelijk definitief te maken. Want het is ook zo dat de inwoners zelf ook invloed hebben op de uitvoering van de plannen, zeg maar. Dat is dus heel erg zo, want daarom houden we juist, hebben we ook vorige keer de informatieavond gehouden, om juist vragen op te halen en antwoorden te kunnen geven. En wat u nu net ook zag, heeft u het net van dichtbij kunnen zien, is dat er echt interactie is. Dus we hebben ook met onze medewerkers, ik heb twee collega's mee, maar ook de ambtenaren hebben ook echt heel veel vragen kunnen beantwoorden. En daar zijn we gewoon heel blij mee om daar een stukje zeg maar, transparantie te geven. Ja. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan en succes met het programma.